is een paar minuten voor acht op de donderdagavond. Een gezellig publiek in de studio gaat samen met onze kandidaten puzzelen voor onze prijzen. Met een totale waarde van 50.000 gulden. De bonusprijs van vandaag is een 15-daagse vliegreis naar het prachtige Madeira. De hoofdprijs van vandaag is de auto met het gezicht van de jaren 90. Door zijn unieke vorm heeft hij van binnen ongekend veel ruimte en comfort. Onze hoofdprijs de waarde van 23.580 gulden. En ook op donderdag kan het rad niet draaien zonder Hans van der Kocht. Nou, het lijkt bij ons wel carnaval in de studio. Ik zal u verder niet alles uitleggen, want u kunt het thuis toch niet zien. Hartelijk welkom, fijn dat u er allemaal weer bent. We gaan lekker weer een half uurtje Rad van Fortuin spelen en u weet wat dat betekent. In een half uur gaan we proberen een aantal woordpuzzels op te lossen en dat doen we met drie nieuwe kandidaten. U weet, in de eerste ronde altijd hoogste geldbedrag 1000 gulden. Er is eenmaal bankgoed, eenmaal verliesbeurt en er is eenmaal de joker. En natuurlijk laat ook zij straks weer alle letters aan ons zien. Hier is ze, onze enige echte eigen... Nou, u ziet wel, ze heeft een leuk mondriaantje aangetrokken vanavond. Ik ga graag de kandidaten van vandaag aan u voorstellen. En van links naar rechts zijn dat Gerrit, dit is Yvonne. En ik ga naar Rita. Hallo Rita, welkom in de uitzending. Voel je je goed, kind? Ja, een beetje zenuwachtig. Een beetje zenuwachtig, nou, daar help ik je wel overheen hoor. Ja, toch? Het is toch maar een spelletje gewoon bij ons. Het is toch gezellig in de studio. Waar kom je vandaan? Den Haag. Den Haag. Werk je daar ook? Ja. Ja, wat doe je? Secretaresse in een ziekenhuis. In een ziekenhuis? Wat, speciale afdeling of niet? Ja, bacteriologie. Bacteriologie. Oeh, moet je enge beestjes opschrijven op je typemachine en zo. Wat is nou de engste bacterie die daar leeft? Nou, ja, mijn baas zit er ook. Dus nou, we gaan luisteren, we proberen het maar. Mijn staphylokok. Ah ja, dat dacht ik al. Ja, ja natuurlijk, de staphylokok. Ja, hele enge bacteriën. Nou, we gaan ons er maar verder niet over uitlaten. Nee. Heb je nog leuke hobby's in je vrije tijd? Ja, zwemmen, badminton. Zwemmen en badminton. Lezen. Ja. Een beetje sportief type dus. Nou. En ik neem aan dat je ook goed bent te puzzelen. Ja. Zie je dat al meteen thuis? Wel, ja. Ja, dus, maar hier vind je het een beetje anders, hè? Toch? Hè? Ja, met al die lichten en die camera's. Ah joh, het lukt wel. We slepen je er doorheen. Hopen. Ik wens je erg veel succes. Dames en heren, Rita. Hallo. Ja. Mag ik een hand van je? Ja hoor. Dankjewel. Krijg je van mij een zoen? Alsjeblieft. En dan krijg je tenslotte ook nog een fotootje van me. Gulden. Heel aardig. Nee, mag je houden? Ja, erg. Ah, als u gisteravond niet gekeken heeft, een fooi geven, dat zochten we in de superronde. En ze wist alles, althans een geven. En toen ging ze gokken, hè? Hand geven, zoen geven. En ja, en mijn fooi, daar kwamen we niet op, hè? We hadden geen F, geen I, niks. Nee, helaas. Daarom ben je weer bij ons. We vinden het heel leuk. We gaan het opnieuw proberen. Je had mooie prijzen, hè? Ja. Wat was het mooiste? Mountainbike. Mountainbike. Waarom? Ben je fietsenthousiast? Ja, erg. Erg? Nee, ik moet iedere dag naar mijn werk een half uur heen fietsen en een half uur terug. Oh, en je had zo'n oud krakkemakker dikketje natuurlijk. Ja. Ja, en nu heb je een lekkere mooie. Ja. Goed zo. Nou, ik hoop dat het vanavond ook weer goed met je gaat. Veel succes, dames en heren, Yvonne. Onze derde kandidaat, die heeft 36 jaar geloof ik bij het TNO gewerkt. Hij gaat er wel iets meer over vertellen. Zijn naam is Gerrit. Hartelijk welkom Gerrit. Klopt wat ik zeg, hè? 37. 37, ja. Zat er een jaartje naast. Ik had er 38 kunnen werken, maar ben een jaar ziek geweest. Oh ja, nee. Dus, oh, nou. Maar het is allemaal weer goed gekomen. Het is goed gekomen. Gelukkig. Wat deed je precies daar? Ik en was, op welke afdeling? Portiertelefonist. Portiertelefonist. Met allerlei bijbaantjes erbij. Oh ja, en dat vond je een leuke baan, want dat hou je niet zo lang vol, denk ik. Zonder meer een leuke baan, want je hebt verschillende contacten. Ja, nu ben je de FUT. Veel vrije tijd. Veel vrije tijd. Wat doe je in die vrije tijd? Want je hebt een caravan volgens mij. Ik heb een caravan in Rochel. Dat ligt in Limburg? Dat dacht ik. Ja, en dan ga je iedere weekend naartoe? Nou, als het mooi weer wordt, dan gaan we iedere weekend naartoe, maar we moeten hem eerst aan schoonmaken. Dus, Oh ja, is altijd in het voorjaar, dus nou nu de tijd ervoor, dat komt toch? Nog. Ja, dat ik zie in Amsterdam ook alle caravans staan voor de deur en iedereen staat weer te poetsen en te doen. Maar de wijnen kun je niet voor de deur zetten, want dat is een staakerven. Oh, dat is een staakerven, die blijft. nog andere leuke dingen? Ja, iets met je tuin. Oh, ik heb nog een tuintje achter het huis en ja, daar moet je ook bij houden. Ja, maar een moestuin ook. Een moestuin. Je verbouwt groentes? Aardappelen, boontjes, boerenkool. En moeders de vrouw? We hebben ze nog in de diepvries, dus je kunt nog komen. Oh ja, en moeders de vrouw roept om 4:30. Gerrit, ik wil vanavond worteltjes en dan ga jij de tuin en dan ga je plukken. Ja, ben gek. Nee hoor, nee, dat kan ze zelf wel. Oh, dat kan, ja, dat kan ze zelf wel. Dan moeten ze het ook nog koken. Goed, wij gaan niet verder praten, maar natuurlijk het Rad van Fortuin spelen. En daarvoor ga ik het rad speelklaar leggen voor de allereerste ronde. Daar gaan we.
En in de eerste ronde gaan we op zoek naar een activiteit in het totaal 20 letters. Het rad ligt bijna stil. Dat betekent natuurlijk dat Gerrit als eerste mag gaan draaien. Succes Gerrit. Een activiteit zoeken wij, 20 letters. Dat gaat meteen goed. Je komt op 600 gulden. De N van Nico. Een N van Nico, die is duidelijk zeg. En die zat er dan meteen ook drie keer in. Goed Gerrit, ga maar door. We gaan goed door. Een beetje laag bedrag denk ik, 50 gulden. De T van Tinus. Een T, één keer. Draai hem. €1850 al, in twee keer draaien, dat is een mooi bedrag. En we zoeken een activiteit, hè deelnemers. En Gerrit blijft goed gaan, €200. De R van Richard. Een R, nee. Die kan ik je niet. Sorry. Tom, jouw kans weer. Niks aan te doen, Gerrit. Er komen nog meer kansen. En Yvonne komt op €800. De K van Karel? Een K, één K. Goed, ja hoor. En Yvonne draait door. Yvonne, verliesbeurt ga je hoop ik net aan voorbij. Ja, 150. De M van Marinus? Een M, nee. Helaas, dat gaat. Rita, jouw eerste kans. Rita, je was net geen hele ronde. Daar stonden, je moet iets harder draaien. Nu gaan we beter, maar ik zei dus wel iets harder, Rita, iets harder. Ja, 150, zo is die goed. De S van Simon? Een S, één S, ja, goed. En draai maar weer. Nu gaan we nog beter. 4 of 2, €200. De V van Victor. Een V, nee. Jammer, zit er niet in. Gerrit, jongen, er is je beurt weer. Een activiteit, dingen die we kunnen doen. En Gerrit gaat net aan de joker voorbij, 400. De Z van Zacharias. 1 Z, prima, ja. Zet, die kies je vaak niet voor niks, hè? Dan heb je volgens mij altijd al een idee. Maar ik weet het natuurlijk niet, hoor. 300. De B van Bennett. Ja, die zit er ook in. En ik wil het meteen zeggen. En dan gaat hij het zeggen. We gaan luisteren. Een zandkasteel bouwen. Een zandkasteel bouwen. Dat stond er, ja. Zo, je eerste kwartje is een daalderwaard, jongen. Een zandkasteel bouwen. Heb je wel eens gedaan in je leven? Ik heb het wel eens gedaan, ja. Lang geleden, lang geleden. Dat was lang geleden, ja. Gerrit, er staat €2550 voor je en daarvoor mag je prijzen gaan kopen. Ga je gang. Voor €1000 een tafelklok. Een tafelklok voor €1000, dan blijft er nog €1550 over. Voor €600 een cd-speler. Voor €600 een cd-speler. Wat heb je een lekkere duidelijke stem, man. Ga door. Voor €500 een stofzuiger. Voor €500 een stofzuiger, dan staat er nog €450. En voor €350 een weerstation. En een weerstation voor €350. Dan blijven er nog €100 toch, zie ik dan nog steeds. Dan nemen we voor €100 een Walkman. Ja, natuurlijk doen we dat, jongen. Een Walkman voor €100. Dan zijn al je centjes op. En Gaston zit al met gespreide armen klaar om het je allemaal te vertellen. Gaston. Het was zo duidelijk wat Gerrit zei, dat kan je missen. Hier komen je prijzen. Met deze Walkman neem jij je eigen muziek mee. In de trein of de wachtkamer van de tandarts. Overal genieten van perfecte geluidskwaliteit. Wat voor weer wordt het morgen weer? Of weren we die vraag omdat het weer ons weer in de steek laat? Je begrijpt het al, Gerrit. Dit weerstation zal jou punctueel op de hoogte houden van de laatste weersgesteldheid. En op de vraag, schijnt de zon of gaat het regenen, heb jij nu het antwoord. Je huis, binnen een mum van tijd aan Gander draai je nu je hand niet voor om met deze stoere stofzuiger. Geen pluisje, geen stofje is veilig voor deze stoere Viking uit Denemarken. Die bovendien beschikt over een ruime tankinhoud. En zo, Gerrit, ga je stofzuiger nog leuk vinden ook?
Wat wil je horen en wat niet? Je zegt het maar. Want deze cd-speler heeft de ideale zoek- en programmeerfuncties. Een directe keuze voor 12 nummers en een regelbare hoofdtelefoonuitgang. Uiteindelijk is dit de cd-speler van je dromen. Alles draait om de tijd. Daarom heb jij een goede keus gemaakt met deze prachtige tafelklok. Een streling voor het oog en dat de binnenkant voorzien is van een perfect uurwerk, dat spreekt voor zich. Dus Gerrit, nooit meer de smoes verzinnen. Ik wist niet hoe laat het was. Hans, al deze prijzen zijn voor onze kampeerder uit Wageningen. Ja, een heel gelukkig man natuurlijk. Logisch, na al deze mooie prijzen uit de eerste ronde. Wij gaan vlug door naar de tweede ronde. En u weet het thuis, hoogste geldbedrag nu 2000 gulden. We hebben natuurlijk de extra handicap, de tweede bankgoed, de vliesbeurt. Even een setje gegeven, die is eruit. De joker, die zit er nog wel in. Onze winkel, die is weer uitgerust met allemaal nieuwe en fraaie, duurdere prijzen. En wat heel belangrijk is, de bonus komt eraan, Gaston. Vakantie Hans, ja. Een 15-daagse vliegreis naar het zonnige Madeira. Madeira, met zijn vriendelijke en gastvrije bevolking, is een bergachtig en vooral prachtig begroeid eiland. Waar je nog schitterende bloemen en planten kunt aantreffen. Je verblijft in een 3-sterren hotel dichtbij zee dat alle mogelijkheden voor een onvergetelijke tijd biedt. Kandidaten op zoek naar Madeira! Ja, en volgens mij gaat Eddie Christiani er ook weer naartoe dit jaar. Dus de kans loopt jou nog dat je hem tegenkomt. Onzin natuurlijk. Ik hoop dat de kandidaten die reis winnen vandaag. Oké, tweede ronde. We gaan zoeken naar een ding. 12 letters in het totaal. En Yvonne, die mag haar geluk gaan beproeven. Yvonne, ga je gang. Een ding, 12 letters. Yvonne, net voor de joker, 1200 gulden. De N van twee Nico. Ronden natuurlijk, hè? Ja, je zit er één keertje in, prima. Draai maar door. We draaien weer net een hele ronde en komen uit op 700. De S van Simon. Een S, ook één keer, uitstekend. Dat gaat goed, het is een vrij kort woord, altijd vrij moeilijk. Maar toch, na twee draaien, twee goede medeklinkers genoemd, hè? Yvonne de bonus, hij ligt er, ja, pak hem maar! Oh. Nou, meid, probeer hem vast te houden, 350 gulden. De R van Rudolf? De R van Rudolf, twee keer, ja. Want we weten het nog, hè? Yvonne was net een maand getrouwd, ze had geen tijd en geld om op huwelijksreis te gaan. Oh Yvonne, oh Yvonne, langzaam, 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 lang. Oh Yvonne, wat vreselijk. Rita, ga maar door, want je bent je bonus ook kwijt. Oh. Ik zie alleen maar nullen op al die scoreborden staan nu en daar moet verandering in komen. Rita, jij gaat goed naar 600 gulden. De T van Tine? Een T, één T. Goed. Draai maar door. Of weet je het? Ja, ik weet het. Ze weet het. Tuinsproeien. Tuinsproeien, natuurlijk. Heel goed, ja. Ik ging er helemaal van sproeien zelf, zeg. Tuinsproeien. Hallo Rita, nou, ik ben er nog een keer. Ja, ze zegt ze tegen mij wel een port, een CD speler. Eens kijken of je daar geld genoeg voor hebt. 600 gulden, ja, ga je gang. Precies, 600 gulden en CD, portable CD speler, Gaston. Ja Hans, ga jij verder met sproeien, ga ik Rita vertellen wat voor mooi ze heeft gekocht. Eén CD'tje hier en één CD'tje daar en dan Rita, luisteren maar. Deze portable CD speler is voorzien van megabas voor de laagste tonen. Natuurlijk heeft hij de bekende bedieningsmogelijkheden en hij is makkelijk aan te sluiten op je bestaande audioset. Een prachtige portable cd-speler te waarde van 600 gulden is voor Rita uit Den Haag. Ja, lekkere prijs dus voor Rita. Wij gaan naar de derde ronde toe. Het gaat weer snel, hè, vanavond. Niet te geloven. Eerst geven we even een tussenstand. En in die tussenstand zien wij dat helaas Yvonne, onze winnares van gisteren, nog allemaal nullen heeft. Maar Yvonne, je weet, dat kan allemaal weer veranderen. Tweede plaats staat Rita met 600 gulden en aan de leiding gaat met 2550 gulden Gerrit. Ja. Derde ronde nu, hoogste geldbedrag 4000 gulden. Er blijft twee keer bankroet in het spel zitten. De verliesbeurt is weer terug, de joker is er nu uit. Onze bonus, ja, die lag eventjes te dromen bij Yvonne, maar dat ging dus mooi niet door. Dus die ligt terug in het spel, zodat we allemaal nog de kans maken om naar Madeira te gaan. En wat belangrijk is natuurlijk de winkel. Die is weer uitgerust met allemaal spiksplitternieuwe prijzen.
En in de derde ronde gaan we in de categorie geografie op zoek naar een woord van 10 letters in het totaal. En Rita, die mag gaan draaien. Succes! Geografie, 10 letters. Rita, pakken we meteen de 4. Nee, jammer, 600. De R van Richard. Een R zit er 1 keer in. Goed, gaan we doen. En we gaan uitkomen op 800 gulden. De N van Nico? Nee, heb ik niet. Gerrit, jongen, de kans weer voor jou. Er komt een leuke bonus aan, maar je gaat ietsje te hard. Jammer. Het wordt 400 gulden. De T van Theodor. De T van Theodor, 1 keer, ja. Oh Gerrit, zie jij wat ik ook zie? Er zijn 2 mogelijkheden en ik vrees de ergste. Dat is de realiteit. Een bankroet voor Gerrit, niks aan te doen. Yvonne, ga maar door. Oh, wat vreselijk Gerrit. Maar we kunnen het nog goed maken hoor. We hebben nog alle tijd. Yvonne, 4000. Ga je net dan voorbij en je komt op de 300 gulden. De P van Pieter? Een P, nee. Jammer. Rita. Geografie, hè? Dat zoeken we. Ik zeg het nog maar even voor jullie speciaal. 400 gulden. De D van Dirk. Een D zit er 1 keertje in. En Rita, we gaan naar de 400. De L van Leo. Een L, nee. Die heb ik nou weer net niet. Gerrit, daar gaan we weer. Oh Gerrit, het zit niet echt mee op het ogenblik met jou, nee, hoor. Nee, dat gaat niet goed. Yvonne, ga maar vlug door. Boe. 1 keer bankgoed dan weer verliesbeurt. Yvonne, eens kijken. Daar komt weer zo'n bonusje aan. Maar daar ga je net niet hard genoeg voor. 250 gulden. De K van Karel? Nee. Rita. Nee. Nou Rita, geen gevaar voor haar, dus ik ben benieuwd. 400. De V van Victor? De V van Victor, nee, heb ik niet. Nou Gerrit, kom op, hè. Eventjes een goeie nu. 750. De W van Willem? Ja, die hebben we wel, 2 keer zelfs. Ja. Nou zeg maar het Zwarte Woud. Het Zwarte Woud, nou, het Zwarte Woud. Het Zwarte Woud, Willem. Wat doe jij? Je bent wel van de vlotte, hè? Als je het ook eenmaal ziet, dan schreeuw je het er meteen uit. 1500 gulden staat er voor je. Ga je gang. Voor 59 een droogautomaat. Voor 59 een droogautomaat. Ja, er werd er nog 55 over. Voor 240 kinderspeelgoed. Voor 240 gulden kinderspeelgoed. Opa, denk aan de kleinkinderen, hè? Dat is het toch? Er blijft nog 310 staan, Gerrit. En 180 gulden poppen. Voor 180 gulden poppen. Dan blijft er nog 130. Voor 130 een espresso set. Een espresso set. Hele leuke prijs is dat inderdaad. Gaston, een stuk of 5, 6, hè? Ik ga het je vertellen, Hans. Gerrit, kijk en luister met me mee. Dat is nog eens koffie drinken met deze prachtige espresso set ter waarde van 130 gulden. Suiker en melk erbij en dan kom je er ziek mee voor de dag. Babypoppen die uniek zijn door hun gezichtsuitdrukking met ieder hun eigen emotie. En omdat je ze helemaal kunt bewegen, zien ze elke keer weer anders uit. En je krijgt er maar liefst 3 bij elkaar.
Voor de kinderen vanaf 3 jaar is dit het perfecte speelgoed. Een Viewmaster, een tekenbord, een popper van het haar echt groeit. En niet te vergeten, de kleine ponyfamilie. Ze raken er niet op uitgekeken. Dan Gerrit voor in de caravan. Je hebt hem, de veelgekochte droogautomaat. Hij is gemaakt om zorgzaam met je spullen om te gaan. En jouw was is binnen een mum van tijd droog en komt zacht en soepel uit de droogtrommel. Jouw wens is in vervulling gegaan met deze droogautomaat van waarde 950 gulden. Gerrit uit Wageningen, weer ben jij de gelukkige. Nou, Gerrit is er blij mee. We zijn allemaal blij, want we hebben lekker tijd over. Het gaat erg vlot vanavond, dus gaan we een vierde ronde spelen. En in die vierde ronde gaan we op zoek naar een beroep, 14 letters in het totaal. En Gerrit, je mag het weer gaan proberen. Succes! Een beroep zoeken wij, 14 letters. Eens kijken, Gerrit, waar gaan we nu naartoe? De 600 of H? Nee, 600. De N van Nico. Een N zit er 2 keer in meteen. Prima, 1200 gulden in de knip. Oh, stop. Goed, 200. Ja. Nee, je moet er eentje noemen eerst. Kom. De T van Tinus. De T, nee, die zit er niet in. Yvonne, jij mag weer verder gaan. Oh, Yvonne. Oh, Yvonne, dat wordt misschien... Ah, ja, 400. De S van Simon. Een S. 2 keer de S. Prima. We gaan een versnelde ronde spelen. En u weet het bedrag wat bij Gerrit komt, daar gaan we voor spelen. Medeklinkers die leveren geld op, klinkers mag je noemen, maar leveren niks op. We zoeken een beroep, 14 letters, Yvonne is aan de beurt. En we gaan spelen voor niet bankroet. Maar een beetje een beter bedrag hoop ik. Ik sta bijna bij de 4000, maar net niet. We gaan kijken. We komen terecht op de, ik denk, 400 gulden. Yvonne. De R van Rudolf. Een R van Rudolf. 2 R'en, weet je het woord. Rita. De L van Leo. Een L. 1 L, weet je het woord. Gerrit. Ja. De G van Gerard. De G zit er 1 keer in, weet je het woord. Een garnalenvisser. Jazeker, Gerrit. Een garnalenvisser zit erin. Prima. We kijken even naar het puzzelbord. Dan ziet u het allemaal thuis staan. Garnalenvisser. En ik hoorde Rita nog roepen toen je weg was. Zet de zachtje net. Ja, dat gebeurt wel eens vaker in ons programma. Dat is een ellende, maar zo is het nog eenmaal. Gerrit, er staat weer 1600 gulden, jongen. Gaan we weer wat moois halen. Voor 15,50 een wasmachine. Voor 15,50 een wasmachine. Die is voor je vrouw, denk ik, hè? Ja. Dan hebben we de 15 tientjes over. Daar krijg je een mooie waardebon voor. En Gaston gaat het je weer vertellen. Gaston. Gerrit, daar gaan we. Om te beginnen die waardebon. En met die waardebon kan je uit deze catalogus naar eigen keuze een aantal prachtige boeken en cd's kiezen. Dan voor in de caravan. Terwijl jij voor de buis zit, doet deze volautomatische bovenlader voor jou de was. En met zijn lage geluidsniveau en zijn smalle vorm is er altijd wel een plaatsje voor hem te vinden. En omdat hij met 17 programma's nog een regelbare centrifuge heeft, kan een kind voor jou de was doen. Prijzen wederom voor Gerrit uit Wageningen. Ja. Yeah. Nou, zijn avond kan niet meer stuk, dat begrijpt u allemaal, maar hij moet toch nog verder met me, hoor. We gaan afscheid nemen van 2 kandidaten en ja, dat zal u thuis duidelijk zijn. Eén een beetje pechvogel, maar gisteren had ze al een heleboel mooie dingen. Yvonne, allemaal nullen vanavond, niks aan te doen. Op de tweede plaats met toch een leuk bedrag, 600 gulden, staat Rita. En de winnaar tot nu toe met maar liefst 5650 gulden is Gerrit. Ja. Ja, Gerrit, daar ga je met Hans naar de hoofdprijs. En kijk eens naar dat dak dat zowel van voren als van achteren als naar het midden open kan. Het is een auto voorzien van een 1.43 kleppen motor. En door zijn unieke vorm heeft hij van binnen ongekend veel ruimte. Meer dan dat je van buiten zou verwachten. Gerrit, dit is onze hoofdprijs ter waarde van 23.580 gulden. Ja. Van hetzelfde merk heeft Gerrit er buiten ook één staan, zegt hij, maar een ouwetje, dus hij kan hem goed gebruiken. Wij zoeken in de categorie eten en drinken, een woord van 13 letters in het totaal. Ga je gang, 5 medeklinkers en een klinker. De R van Richard. R van Richard. De S van Simon. S van Simon. De N van Nico. N van Nico. De M van Marie. M van Marie. De B van Bernard. B van Bernard en je klinker. De A. De A. We gaan kijken, Gerrit. Eten en drinken, hè? Dat zoeken we. 3, 4 stuks, je tijd gaat nu in. Ja.
zit er niet in. Hou je van een broodje half om? Een broodje half, ja. Lekker is dat, hè? Ja, ja. Vooral als je het geraden had. Dat was helemaal dubbel lekker geweest. Ja. Dat zochten we. Helaas, er is niks aan te doen. Maar Gerrit komt morgen gewoon weer bij ons terug. Met Leontien, Gaston en ik. En ik hoop jullie thuis ook allemaal te kijken. Bedankt, dag, tot morgen. Wat een leuke kandidaat vanavond uit Wageningen. Gerrit mag het morgen weer proberen in een nieuwe aflevering van het Rad van Fortuin. En wij vonden het hartstikke leuk dat u heeft gekeken naar dit programma. Gerrit, even tussen haakjes, je hebt toch nog voor 5.650 gulden aan prijzen bij elkaar gepuzzeld. Zo ziet u, zo kan het gaan. Wij gaan op naar een broodje half om.